Ik vind het een mooi ding. Ja? Ja, zeker. Kunt u het begrijpen dat de NS daar last van heeft? Nee, eigenlijk niet. Nee. Lijkt me wel gezellig. Oh, leuk. Goed initiatief. Ja. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Jullie van de piano in de stationshal. Nou, geweldig. Nou, het is toch niet leuk. Nou ja, ik heb er ja. Jullie van de piano in de stationshal. Nou, geweldig. Weet ik niet, ik heb hem niet gezien. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody. Nou, daar snap ik niks van. Nee, daar snap ik niks van. Nee, ook al kan je spelen of niet, als je een beetje muziekles of zo hebt gehad en dat je weet wat je doet of zo, nou, ik vind dat totaal niet storend. En tot welke tijdstip gaat het nou eigenlijk? 11 uur, 12 uur, hooguit. Dus waar hebben we het over? De buurt? Nou, overlast maakt voor mij niet uit hoor. Dat is, als iemand zich verveelt en die gaat even een stukje spelen, dan is het alleen maar positief. Hè? Nou, het is cultuur. Mensen die kunnen hun talenten laten zien. Ja, 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 ja. Weet je wel, de lijntjes worden wat korter of zo. Hoe moet je dat, ja, ik weet niet zo goed hoe je dat moet uitleggen of zo, maar het is een hele onpersoonlijke maatschappij waar we nu in leven. En ik vind zoiets wel een welkome afwisseling of zo daarin.